In de podcast broers delen Rijk, 26, en Sam Hofman, 28, wekelijks hun ervaringen. In een recente aflevering onthult Rijk dat hij een haartransplantatie heeft ondergaan, maar dat hij de ingreep flink heeft onderschat. Tijdens de podcast merkt Sam op dat Rijk zijn hoofd verbonden heeft. Rijk legt uit: Ik ben gisteren voor mijn haartransplantatie gegaan. Ik heb er natuurlijk al eerder over gesproken, maar nu is het echt gebeurd. Het was veel ingrijpender dan ik had verwacht. Ik dacht, ik sta binnen een uurtje weer buiten. Maar ik ben gewoon van half negen ochtends tot half zes avonds geopereerd. Rijk verduidelijkt dat het geen volledige haartransplantatie was. Ik ben geboren met een kale plek aan de zijkant van mijn hoofd. Gewoon een plekje zonder haar. En ik wilde dat graag opvullen met haar. In de weken voor de operatie kreeg Rijk meerdere injecties op de kale plek om een goede doorbloeding te bevorderen. Ze zeggen dat die injecties het pijnlijkst zijn. En ze deden inderdaad wel pijn. Maar het viel mee. Dus ik was helemaal niet nerveus voor de operatie. Op de dag van de ingreep maakt Rijk zich niet al te veel zorgen, wetende dat hij verdoofd zal worden en een slaappil krijgt. Echter, al snel merkt hij dat het toch behoorlijk pijnlijk is. Maar ik wilde niet klagen. Dus op een gegeven moment hebben we een pauze ingelast, ben ik wat gaan eten en was de slaappil en verdoving uitgewerkt. Wanneer ze na de pauze doorgaan, ervaart hij volgens hemzelf extreme pijn. Toen begonnen ze met verdoven. Maar dat werkte niet. Ze moesten het vier keer proberen. Achteraf concludeert Rijk dat het allemaal behoorlijk is tegengevallen. Het voelde echt alsof iemand mijn voorhoofd aan het tatoeëren was.